Ook deze maand gaan we opnieuw 250 euro investeren, want ook al is het nu wat onrustig in de wereld. En daardoor juist ook op de beurs rondom de situatie met Oekraïne en Rusland. Dat is geen reden voor mij om juist niet te investeren. Ik ga juist toch voor de lange termijn. En mogelijk biedt het zelfs juist ook wel kansen op de korte termijn. Om te profiteren van de dip die we nu zien op de beurs. Of tenminste, we gaan ervan uit dat het een dip zal zijn op de lange termijn. Dus daarom zoals gezegd ook deze maand 250 euro investeren. Hoe mijn portfolio eruit ziet, hoe het zich heeft ontwikkeld. En welke aankoop ik deze maand ga doen. Dat gaan we bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Vooral namelijk door middel van beleggen. Daarom is ook deze serie heb ik zo gemaakt waarin ik iedere maand 250 euro investeer... En dit juist ga vergelijken om te kijken van als ik het zelf doe, wat zijn de resultaten? Of wat zouden de resultaten zijn geweest als ik het in een breed gespreide ETF had uh, geïnvesteerd? Vorig jaar vergeleken we het met Vanguard VWRL. Dit jaar doen we het juist met Vanguard VWCE. Omdat dat eigenlijk hetzelfde is als VWRL, alleen het dividend. Dat wordt uitgekeerd, wordt automatisch geherinvesteerd. En dat zou dus voor een betere vergelijking moeten zorgen. Uiteindelijk allemaal om te kijken van, heeft het zin om al dat onderzoek, al die tijd erin te investeren om zelf je aandeel te zoeken? Of is het waarschijnlijk interessanter om juist passief te beleggen, uh, makkelijk te beleggen en juist te gaan voor de lange termijn? Heeft het effect op de lange termijn is vooral de vraag. Maar laten we dan ook vooral even gaan kijken, ten eerste hoe de beurzen op dit moment ervoor staan. Want zoals gezegd, er is behoorlijk wat spanning in de wereld, uh, onrust in de wereld. En daardoor, dat zien we eigenlijk ook terugkomen uh, op de beurs. Onder andere bijvoorbeeld onze eigen AIX-index. Hier zien we het laatste jaar, vorig jaar stonden we zo rond de 6,60 uh, in begin maart, eind februari. We zijn uiteindelijk gestegen naar rond de 8,30. Maar eigenlijk sinds dat moment, halverwege november, juist ook weer gedaald. Zeker ook dit jaar, uh, vanaf dit punt, 6, of 810, zien we een flinke daling... De laatste week wat onrust met Rusland. Gisteren wel weer een herstel, maar ook flink wat rode candles zien we hier. Uiteindelijk staan we ook zo'n 7,7% in de min voor uh, wat dit jaar betreft. Kijken we naar de SP 500 in Amerika, de 500 grootste bedrijven, dan zien we daar eigenlijk een beetje een vergelijkbaar beeld. We zien een geleidelijke stijging, alleen ligt hier het hoogtepunt niet in november, maar uiteindelijk rond de jaarwisseling. En sinds dat moment ook wel weer een flinke daling, een beetje herstel, maar ook nog steeds een daling in de laatste week. Is het ook zo geweest dat uh, afgelopen maandag de Amerikaanse beurzen gesloten waren. Gisteren hun pas eigenlijk te maken kregen met die spanningen dat we die pas terug zagen op de beurs. En dit jaar, omdat het vandaag nog niet open is, zien we zo'n 9,7% in de min. Maar kijken we dan juist naar de Russische beurs, dan zien we eigenlijk juist een heel ja, langzame stijging vorig jaar tot ook in november een beetje het hoogtepunt. En juist de laatste tijd vanwege die spanning zien we dat bedrijven, of in ieder geval de Russische index, hard wordt afgestraft. Sommige dagen echt hard onderuit, zoals hier, 13% op een dag. Dat zijn echt behoorlijke, behoorlijke dalingen, zeker voor een brede index. Bij een aandeel zien we het ooit nog wel gebeuren. Maar voor een hele index is dat wel een behoorlijke afstraffing. En we zien dan ook uiteindelijk dit jaar dat zal meer dan 23% in de min staan. En we zien dan ook drie beurzen met een beetje een verschillend beeld, al lijkt het ooit wel een beetje op elkaar, omdat bij alles alle drie de beurzen, natuurlijk inflatie een rol speelt. Soms ook een beetje de dreiging van oorlog... of de oorlog die er ja, misschien wel aan zit te komen... rondom Oekraïne en Rusland die impact hebben. En soms is dat direct, soms is dat indirect... omdat daardoor juist misschien ook wel... juist omdat Rusland zoveel uh, bezig is, zo groot is in olie en gas... dat mocht er een oorlog komen dat dat impact heeft... op de levering daarvan, Europa is daar heel erg afhankelijk van... dat zou ervoor kunnen zorgen dat misschien de inflatie die al hoog is hoger wordt of misschien langer aanblijft. En dat heeft zeker ook impact op aandelen en zeker ook tech-aandelen. Tech-aandelen hadden het al niet makkelijk en daardoor juist misschien nu nog wel even wat moeilijker. En aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat tech-aandelen dus al lange tijd uh, wat lastiger hadden... vanwege de inflatie die hoger werd uh, en nu vaak op de hoogste punten van 40 jaar staat. Maar ook denk ik wel omdat we steeds zien dat de, de lockdown komt ten einde overal ter wereld, de samenleving... Gaat open, is al open, dreigt open te gaan. En daardoor zien we ook een verschuiving bij beleggers, juist van tech-aandelen naar juist andere sectoren. En nou heb ik eraan gedacht om eventueel in een Rusland-ETF te investeren. Juist omdat we, ja, die spanning op dit moment, de flinke afstraffing van de Russische beurs, misschien ook wel kansen biedt. Alleen dat heb ik nog niet gedaan. Uh, niet omdat ik niet per se het risico niet wil nemen. Maar wat nog heel veel onduidelijk is. De eerste vraag is natuurlijk, zitten we al op het dieptepunt van deze crisis? Zeg maar? Dat weten we niet. De laatste dagen is niet echt positief, maar misschien is dit wel een dieptepunt. Misschien wordt het nog erger. Je ziet nu ook dat andere landen sancties opleggen. Dat is vooral juist heel belangrijk, want dat kan Russische bedrijven gaan treffen. Alleen we weten nog niet precies hoe het ze gaat treffen, in welke mate. En omdat we juist die onzekerheid hebben, is het nog niet het moment om daar nu juist te investeren. In een Russische index. Maar ik wil natuurlijk wel opnieuw 250 euro investeren. En dat doe ik deze maand wel in een index. Maar dan dichter bij huis. Namelijk hier in Amsterdam. En oftewel de AIX-index waar ik 250 euro ga investeren. En dat ga ik dan kijken natuurlijk ten eerste of er een uh, ETF beschikbaar is via de kernselectie van de Giro. Want de Giro is de broker die ik gebruik voor mijn eigen portfolio... maar ook het portfolio van deze videoserie. Uh, juist vanwege brede aanbod en lage kosten. En ben je nog op zoek naar een broker... kijk dan ook zeker naar de affiliate link onder deze video... om ook gratis een account te openen. Ze hebben op dit moment nog een actie. Maar gaan we kijken bij tarieven en dan naar de kernselectie... waar ik het zojuist over had. Dat is een selectie van 200 uh, ETF of trackers... die je commissievrij kunt kopen iedere maand... met een paar simpele voorwaarden... Als we dan naar beneden scrollen, als we trouwens hier nog even kijken... Uh, we hebben de S&P 500, die heel populair is van Vanguard. Of uh, All World, dat is eigenlijk waarmee we vergelijken in deze serie. Alleen dan met de accumulating en niet de distributing. Maar oké, okay, kleinigheidje. Uh, gaan we naar beneden, dan zien we alle ETF's die in de kernselectie zitten. En als we hier gaan zoeken op AIX, dan krijgen we twee resultaten. Ten eerste van iShares en ten tweede van VanEck. Het lijkt eigenlijk overal hetzelfde. Dezelfde beurs, dezelfde benchmark... Uh, allebei de total return, dezelfde ESG-rating uh, ESG en dezelfde expense-ratio. Uiteindelijk zal ik zometeen gaan kiezen voor die van Van Eck. Ik heb het even verder vergeleken. Er zijn eigenlijk twee verschillen. Uh, iShares is wel een groter fonds. Vaak is dat interessanter, uh, maar het zijn allebei gevestigde namen. En het zijn allebei relatief nog kleine fondsen met volgens mij 500 nog wel miljoen en 240 miljoen. Dus op, op zich valt het wel mee. En de kans dat dan juist de kosten gaan dalen bij Van Eck... Denk ik dat die groter zijn omdat het fonds nog kleiner is en nu al dezelfde kosten heeft. Dus ik denk en ik hoop dat als het fonds groter wordt, dat hier eerder een daling zal komen. En ten tweede is het zo dat Van Eck natuurlijk bekend staat om het ja, oplossen of het verkleinen van het dividendlekkage. Dat is eigenlijk dus een belastingvoordeel dat je hebt als je gebruik maakt van de ETF's van Eck. Van en op die reden is het dus zo dat ik voor de Van Eck ETF ga kiezen bekijken we dan de ETF even via de website van Van Eck, dan zien we natuurlijk dat deze ETF de AEX volgt, oftewel de 25 Nederlandse aandelen in de AEX. We zien de koers op dit moment rond de 73 euro, uh, 237 miljoen euro is er geïnvesteerd in deze ETF. Ze betalen dus uit met deze ETF. Dividend van die bedrijven wordt uitgekeerd en dat gebeurt één keer per kwartaal en de kosten zijn dus 0,3 Kijken we naar de rendementen. Al zijn rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst, is het altijd wel interessant om te zien hoe een ETF of de hele beurs het heeft gedaan. Voor dit jaar min 5,3%, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we hier gaan tot eind januari. Februari is nog niet meegerekend, dus daarom zagen we eerder al 7,7% 7 ,7 in de min. Uh, maar kijken we het laatste jaar. 21% in de plus, maar vooral op de langere termijn zien we nog steeds een rendement van gemiddeld 12,1% bijna per jaar. Dus de AX-index heeft in ieder geval de laatste 10 jaar heel erg goed gedaan. Sinds de introductie zelfs 10,2%, iets lager, maar het duurt wel langer. Dus uh, ja, het geeft denk ik wel een beter of betrouwbaarder beeld. Gaan we dan kijken naar de analyse van de portefeuille, oftewel hoe is het eigenlijk verdeeld? Dan zul je ten eerste zien de landwegingen. Uh, op zich is wel raar, want je zou denken: de Amsterdamse index zijn Nederlandse bedrijven, dat is ook zo. Maar zij zijn vaak ook, zeker tegenwoordig, eerder in Engeland gevestigd. Bijvoorbeeld, dat zien we ook, dat staat op de tweede plaats met 33% van het vermogen zit daar. Denk bijvoorbeeld aan Shell of Unilever, die juist het hoofdkantoor hebben verhuisd naar Engeland vanwege belastingtechnische redenen. Uh, kijken we naar de sectoren. Zoals ik al zei, tech is heel belangrijk. 21% van de index gaat er naartoe. Gevolgd door basisconsumptiegoederen. Denk bijvoorbeeld aan uh, Unilever of Ahold Delhaze, dat hieronder valt. Ook energie en industrie. Dus aan de ene kant relatief veel tech, maar aan de andere kant ook nog wel best wel wat verdeling binnen deze index. En gaan we dan kijken welke bedrijven dat zijn? Kijken we even de posities. Dan denk ik dat er allemaal wel bekende namen zullen zijn voor ons. Uh, Unilever staat bovenaan, gevolgd door Shell en ASML. Proces, dus ja, gaat het hele lijstje, maar af zoals je zegt, best wel een flinke verdeling wat betreft sectoren. Zelf denk ik en hoop ik natuurlijk dat Tech al gaat herstellen als de inflatiecijfers afnemen, als er weer wat rust op de beurs komt. Aan de andere kant bedrijven zoals um, DSM Heineken, um, ja, andere bedrijven met basisgoederen, zoals ze noemen, basisconsumentengoederen. Als daar samenleving open gaat, mensen weer teruggaan naar het oude, dat juist ook die bedrijven daarvan kunnen profiteren. En ik hoop dus dat uiteindelijk dat de hele beurs er juist van gaat profiteren, of in ieder geval de hele AIX-index in dit geval. Gaan we dan even terug naar de kernselectie, dan pakken we de eSync-code, omdat dat de code is waarmee we zo meteen het aandeel op gaan zoeken. En altijd belangrijk bij de kernselecties is dat je kijkt op welke beurs het genoteerd staat. En in dit geval zoeken we dus de AIX uh, van ETF, van EC. Op de Amsterdamse Euronext. En als we die dus opzoeken bij de Giro, zien we dat we twee resultaten krijgen. Uh, de onderste op, ik weet niet precies welke beurs, maar in ieder geval de bovenste is degene die we zoeken op de Amsterdamse Euronext. En dat is dus degene die voldoet uh, ja, aan de eisen. Dat is degene die we willen kopen. Ik heb hem al eerder gekocht vandaag. Maar dit is in ieder geval de koers op dit moment. En zoals je hier rechts kunt zien, ik heb zojuist al een positie genomen met vijf aandelen. Ik heb zojuist al gekocht. Maar ik heb even deze video opnieuw opgenomen omdat het geluid niet helemaal goed was gegaan. En als we gaan kijken naar het portfolio, hoe dat er op dit moment uitziet. Dan zien we uh, nog wel even in de aan dat de Giro nu uh, achterloopt. De storting die ik had gedaan was nog niet verwerkt, maar ik kon wel mijn aankoop doen. Dus meteen hoop ik dat dat uh, wel weer in de plus staat, de vrije ruimte. Dan kijken we naar de aandelen. Zien we wel wat verschil, sommige aandelen staan een beetje in de min, zoals de hele index in de min is gegaan, sommige staan juist flink in de min, zoals Coinbase, vorige maand gekocht, min 21%, uh, dat zien we eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje terug in de Digital Assets ETF, uh, crypto is gewoon heel erg hard afgestraft, zeker afgelopen week, het ging eigenlijk weer een beetje goed, en juist weer heel erg hard afgestraft. Corsair heeft al die tijd al flink in de min gestaan. Intel zien we nu juist ook een dipje. Terwijl andere aandelen zoals HP het heel erg goed doen, Microsoft nog heel erg goed, ook al is die gedaald. En de aankoop van december Polaris staat al wel 14% in de plus. Dus dat is op zich wel positief. Al met al staan we wel een beetje in de min. Maar eh, al gezien we nu wat harder zijn gedaald, hoop ik ook als het herstel komt, we juist wat harder stijgen dan de index. En kijk dan even naar het overzicht dat ik bijhoud. Uh, om te juist de vergelijking te maken tussen mijn eigen aandelen. of wanneer ik in VWCE had geïnvesteerd. Nou, in januari zag de situatie er als volgt uit. Ik begon met 3232 euro. Dan had ik 30 uh, aandelen VWCE kunnen kopen. Uh, dit waren de posities die ik had. Dus het verschil was op dat moment 0%. In januari zag het er heel anders uit. Uh, de VWCE was 4,2% gedaald. Ik had weer wat bij kunnen kopen. Uiteindelijk een maand later is het nog een keer 4,3% gedaald en dit is de koers op dit moment dus. Uiteindelijk had ik dus als ik VWCE had gekocht telkens nu 35 aandelen daarvan gehad. Ik had nog een beetje in mijn vrije ruimte staan en dan zou ik 3387,88 euro hebben gehad. Maar ik heb juist eigen aandelen gekocht, die zien we hier hoe de verdeling is. We hebben nu van EGG toegevoegd en ik zal hem even dik maken. Dat we zien welke aankopen zijn geweest vorige maand. Coinbase nu dus uh, van Ajax ETF. Dan is dit het vermogen op dit moment 3372 uh, vergeleken met... Uh, VWCE heb ik dus 15 euro minder, oftewel 1,2% minder rendement in deze situatie. Dat is een momentopname. Vorige maand zag het er juist heel anders uit. Toen, zag ik, uh, toen lag ik 7,5% juist voor. Dus je ziet wel, er zijn verschillen op de korte termijn. Maar hoop je natuurlijk juist op de lange termijn dat we positief uitkomen. Dat het ook zin heeft om de tijd en energie die we erin investeren, dat het zich uitbetaalt. Maar hoe zich dat gaat uitpakken, ja, dat gaan we dus wel in volgende video's van deze serie bekijken. Zoals gezegd, iedere maand maak ik een video. Investeer ik vanaf 50 euro, maar gaan we ook kijken hoe het zich heeft ontwikkeld. Vorig jaar was het zo geweest dat de AX, of in ieder geval de index, interessanter was geweest. Maar laten we vooral kijken of we dit jaar wel kunnen verslaan. Heb je nog tips, suggesties, feedback? Laat het weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.